Ik ben Maaike, SEH-verpleegkundige in het Haga ziekenhuis. Vanaf de start van mijn HBOV-opleiding had ik maar één doel voor ogen. Op de spoedeisende hulp werken. De acute situaties, constant moeten schakelen en presteren onder grote druk, dat leek me een geweldige uitdaging. De SEH is de poort van het ziekenhuis. Je weet nooit hoe de dag verloopt. Soms komen er veel patiënten tegelijk binnen. Dan kan in een uur tijd ieder bed vol liggen. Je moet dan snel kunnen schakelen en prioriteiten kunnen stellen. Op de spoedeisende hulp zien we van alles. Van patiënten met botbreuken tot grote trauma's zoals verkeersongevallen. Maar ook kinderen met benauwdheidsklachten en patiënten met hartinfarcten. Als SEH-verpleegkundige ben je vaak de eerste die de patiënt ziet. Dit vraagt om een goede klinische blik. Het Haga ziekenhuis is een groot ziekenhuis met een gemoedelijke werksfeer. We zijn echt één team. We sluiten de dienst altijd met elkaar af. Hier is dan ook alle ruimte voor een traan en een lach. Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het Haga ziekenhuis. Voor de kinderen is er een speciale spoedeisende hulp. Ik ga met een goed gevoel naar huis wanneer ik een kindje op een goede manier heb kunnen begeleiden. Of een oude dame even mijn hand pakt en mij bedankt voor mijn liefdevolle zorg. Dat is waarom ik dit vak gekozen heb en wat ons beroep zo mooi maakt. Wil jij de opleiding tot SEH-verpleegkundige doen of ben je gediplomeerd SEH-verpleegkundige? Bekijk dan de vacatures op werkenbijhaga.nl.